Voor 3000 gulden kun je tegenwoordig al een luchtkussenvoertuig voor privégebruik kopen. Deze hovervlieg was met vele gelijksoortige voertuigen van verschillende afmetingen te zien op een tentoonstelling in de RAI die gehouden werd ter gelegenheid van een internationaal congres over het gebruik van deze vervoermiddelen. In het verlengde van dit congres werden er van Muiden uit op het IJsselmeer proefvaarten gemaakt met de MK-16. Een verkleinde versie van de hovercraft waarmee al geruime tijd een geregelde passagiersdienst wordt onderhouden tussen Dover en Calais. Drijvend op zijn zelf geproduceerd luchtkussen en voortgestuurd door zijn twee propellers beweegt de machine zich met evenveel gemak over land als over water. Tijdens een van de tochten was de uitvinder van de hovercraft, Sir Christopher Cockerell, mede aan boord. Besturing van de hovercraft, waarvan over de hele wereld al tientallen, zowel voor commerciële als militaire doeleinden in gebruik zijn, is vergelijkbaar met die van een vliegtuig. Door een aantal milieugroepen is protest aangetekend tegen het lawaai dat gemaakt werd door deze hovercrafts, die een topsnelheid van meer dan 100 km per uur kunnen halen.